Er zijn zo van die dingen die een stad een kleur, een geur, een gezicht geven. Antwerpen heeft zo zijn kathedraal, de stoere Brabo, het fiere Steen, zijn gezellige inwoners en het statige stadhuis. Maar als meest vertrouwde en gewaardeerde specialiteit, juist, een goed Keuningske. Zalig. Bolletje, bolletje, rubistolletje. Bolletje, bolletje, school. De koning is door en door Antwerps en toch begon alles meer dan 150 jaar geleden in 1833 net iets buiten de stadswallen. Naast de grenspaal tussen Antwerpen en Berchem verrees de brouwerij van Charles de Koning uit het landelijke groen. In de afspanningen de Plezante Hof kwamen de stedelingen het speciaal donker bier met de pittige smaak drinken en drinken. Nu, meer dan 150 jaar later, gebeurt dat nog altijd en blijft de koning het Antwerps bolleke. Zoals elk kwaliteitsbier heeft de koning een exclusieve samenstelling die de zeer aparte en eigen smaak bepaalt. Alleen de beste grondstoffen voldoen. De gerst, basis van elk bier, komt van de ideale bodem. En de hop, de belangrijkste bittermaker, komt uit Tsjechoslowakije. Want de hele bierwereld weet dat de hop daar de beste is. Alleen ongeschonden bellen zijn goed genoeg. Kastelein Charles de Koning zal er geen bezwaar tegen hebben dat we even gaan kijken in het bedrijf dat de brouwersfamilies Van Bouwel en Van den Boogaert hebben opgebouwd rond zijn uitstekend recept. In grote lijnen doorloopt het bier 6 stadia vooraleer het voor u staat te schuimen. Eerst komt het mouten, waar gerst mout wordt. Dan het brouwen, waarbij het moutmeel wordt omgezet in wort en de hop wordt toegevoegd. Bij het gisten gebeurt de omzetting van wort naar bier. Het lageren vindt plaats in de wachtkelders. Daarna wordt het bier gefilterd. En dan worden de flessen en de vaten gevuld. Die kees voor smaak. En ga? Ja, maar die koe ook. Oh. Tijdens het mouten ontstaan in de graantjes stoffen, enzymen genoemd, die het mogelijk maken de eiwitstoffen en later gedurende het brouwproces het zetmeel af te breken tot hun elementaire bestanddelen. De gerst wordt uitgespreid over de grote moutvloer. Regelmatig wordt hij gekeerd om zuurstof toe te voegen en het aan elkaar kleven van de korrels te verhinderen. In de mouterij zijn een temperatuur van 40 graden en een constante vochtigheidsgraad noodzakelijk om de allerbeste mout te bekomen. De gekiemde gerst wordt met warme lucht gedroogd en afgeheest op 80 graden, om de juiste kleur en aroma te bekomen. De droge mout wordt dan in een molen zo fijn mogelijk geplet, zonder dat daarbij nochtans de pellen worden beschadigd, want die moeten later nog dienen bij het filtreren. Tijdens het brouwen wordt het moutmeel omgezet in suikerhoudend wort. Het meel wordt daartoe gemengd met lauw water van de beste kwaliteit tot een beslag dat trapsgewijs wordt opgewarmd in grote ketels.
Op het eind van het versuikeringsproces bevat het wort nog ongeveer 20% onopgeloste stoffen. Ze worden door filtratie verwijderd en vormen de zogenoemde draf. Na filtratie vloeit het wort naar de kookketel waar het steriel gekookt wordt. Tijdens het koken voegt men een juiste hoeveelheid hopbellen toe om de fijne bittere smaak te bekomen die de koning zo heerlijk maakt. De temperatuur en de dichtheid van het brouwsel worden gecontroleerd tijdens het kookproces. Zo wordt de hoeveelheid opgeloste suiker en het alcoholgehalte vastgelegd. Dan wordt de hopdraf afgefiltreerd, gecentrifugeerd en afgekoeld. Het gisten is de volgende zeer belangrijke stap om het typisch karakter van het kwaliteitsbier te bekomen. Het wort, het brouwsel dus, wordt aangezet met natuurlijke gistcellen uit eigen voorraad. Het wort dat ondertussen is afgekoeld tot de ideale gistingstemperatuur, wordt verzadigd met lucht om de gisting in de hand te werken. Enkele emmers worden opgeroerd in de gisttank, in vakjargon het smossen genoemd. Als dit mengsel is uitgegist, wordt het toegevoegd aan het wort in de gistkuip. De zich snel vermenigvuldigende gist zet de suikers om in alcohol, koolzuur en water. De vrijgekomen warmte moet streng gecontroleerd worden. Bij een temperatuur van 18 tot 22 graden wordt in enkele dagen het wort omgezet tot bier. De koning is een bier van hoge gisting omdat de gist na gedane arbeid grotendeels bovendrijft. Na de gisting wordt het bier snel afgekoeld om zoveel mogelijk gist te verwijderen. Eerst in de gistkuip zelf, daarna in de lagertank waar het ongeveer 10 dagen blijft bij een temperatuur van een halve graad. Ook hier worden stalen genomen om de smaak na te trekken. Om de laatste gistcellen te verwijderen gebeurt de eindfiltratie. Eerst met een kiezelfilter. En daarna dan met een papierfilter. Dan wordt koolzuur toegevoegd. Op alle punten van dit wordingsproces worden strenge controles uitgevoerd om kwaliteit en smaak na te trekken. De ambachtelijke kennis van de brouwmeester gaat bij de koning hand in hand met de modernste methodes om de eigen genadeloze normen hoog te houden. Eenzelfde onverzettelijkheid garandeert hygiëne en steriliteit bij het reinigen en spoelen van de flessen voor ze naar de vulmachine gaan. Niets mag de heerlijke smaak van een bolleke storen.
Ook de vaten worden gereinigd en uitgestoord. Daarna worden ze gevuld met het heerlijke vocht dat zorgt voor een gezellig bolletje van het vat. Gezondheid.